Kaviaar is een echte delicatesse. Maar waar komt dat toch vandaan? Wij zijn Ander Dutch Kaviaar en wij produceren kaviaar voor de lokale markt en voor de exportmarkt. Klanten in Nederland zijn luxe viswinkels, sterrenrestaurants dus ook, en de wholesaling, dus de groothandel. Wij exporteren onze kaviaar naar het buitenland. Op het bedrijf hier wordt de steur gekweekt. Afhankelijk van hoe ver ze zijn, worden ze in een bepaald bad geplaatst, zodat ze verder kunnen rijpen tot die bepaalde type kaviaar gevraagd wordt door de klant en dat we de vis ook kunnen oogsten. Het vlees van de vis wordt verder verwerkt als verse vis verpakt of gerookt is ook een mogelijkheid. Om een goed kaviaarproduct te krijgen is de periode ervoor heel belangrijk en hoe de vis gekweekt wordt. Een onderdeel daarvan is de waterkwaliteit. Dat wordt door biologen op de werkvloer continu gemeten en opgevolgd. Een ander deel is natuurlijk het voer wat de vissen krijgen. Hier wordt heel veel verse producten gevoerd. Omdat we weten dat door de samenstelling ervan je ook de beste kwaliteit en de meest natuurlijk smakende kaviaar krijgt achteraf. Op het bedrijf zijn kaviaarmeesters in dienst. Zij zijn heel erg belangrijk omwille van hun opleiding in het Kaspische zeegebied, want zij zijn echt traditioneel opgeleid. Zij maken de kaviaar of helpen de kaviaar maken. Hun kennis ligt vooral in dat zij het beste moment helpen bepalen wanneer de eitjes kunnen geoogst worden van de steur. En welke kwaliteit voor welke klanten die dan geschikt zullen zijn. In het verwerkingsproces helpen zij ook bepalen afhankelijk van het vetgehalte van de eitjes, de kwaliteit van de eitjes, hoeveel zout en op welk moment zout toegevoegd moet worden, hoe ze best kunnen ingeblikt worden. We hebben onlangs het Friends of the Sea certificaat behaald en dat komt vooral omdat we werken met zo'n zuiver water, die we ook zuiver houden door onze eigen waterzuivering. Daardoor hebben we ook geen antibiotica nodig, zoals het in de natuur ook zou zijn.